Joling Gordon over de vloer was misschien wel het spraakmakendste programma van de vroegere tv-zenderteam. De grappen en grollen van Gerard Joling en Gordon wisten heel veel mensen te vermaken en nog steeds worden beide heren regelmatig gevraagd wanneer er weer een nieuw seizoen komt. Zeker nu Gordon weer continu negatief in het nieuws is, heeft Gerard hier echter niet zo'n zin in. Wel ziet hij naar eigen zeggen een serie afleveringen met iemand als Johan Derksen voor zich. De Story heeft aan zijn prominente panel gevraagd of zij dit zien zitten en het is 50-50ste. Drie sterren vinden het wel een leuk plan en drie zien het dus helemaal niet zitten. Marijke Helwegen is enthousiast, ja. Zij hebben wel een klik, maar ik vraag me af of Johan dit wil doen. Qua interactie zou het heel leuk zijn. Wilfred Gené is ook enthousiast. Ja, zegt hij, maar hij wijst erop dat Johan volgend jaar waarschijnlijk ook al een programma gaat maken met Raymond Mens, waarvoor hij op pad gaat naar de Verenigde Staten. Het lijkt er dan ook op dat Johan te druk is, maar, zo zegt Wilfred: Als Johan daar met 200 live-uitzendingen vandaag een site nog zin in heeft, moet hij dat doen. Ik vermoed echter dat het niet zijn ding is. Tineke de Nooi, de vroegere boezemvriendin van Gordon, hoort bij de BN'ers die het niet zien zitten. Nee, dit is geen goede combi. Je ziet Johan toch niet bereidwillig achter een rolstoel leuk doen tegen een bejaarde? En Rob Geus, nee. Johan moet lekker vandaag een site doen. Met Gerard samen zou het niet werken.